ik wilde wel graag scoren. Met het juichen, daar was ik niet over uit. Dat is gewoon iets wat impulsief naar boven komt nadat je hebt gescoord. Ik wilde gewoon lekker gaan genieten van de wedstrijd, van mijn oude teamgenoten. En ja, gewoon het eredivisiegevoeletje weer naar boven laten komen. Ja, dat was eigenlijk mijn voorbereiding. Ja, ja. Nou, het heeft het wel overtroffen, geloof ik. Ja, zeker. Als je 2-0 achter staat, 2 assisten geeft en dan de winnende erin kopt, dan mag je wel spreken van een klein droomscenario. Ja. Heb je ooit eerder een kopdoelpunt gemaakt? Ja, volgens mij vorig jaar nog. Toch? Ja, volgens mij vorig jaar nog. Ja. Kan me niet... Die ging niet zoals deze, denk ik. Nee, dit was een mooie, goede voorzet van Tommy Jarier. En ja, kom voor mijn man en in een duik kop ik hem langs de keeper. Ja. Dat is wel een mooi. Ja, ja en dan, dan heb je gescoord. En wat doe je dan? Ja, het is de winnende. Was nog zo kort te spelen. Uit impuls kwam zo ver over me heen. Dat ik een beetje losbarstte. Ik was blij voor mezelf, voor de club en voor het team. Gewoon eerste 3 punten binnen. Weten dat we alles dichtgooien achterin. Ja, met zulke jongens achterin, dan weet je dat je het niet meer weg gaat geven. Dan ben je alleen maar blij. Mijn familie was grote getal gekomen. Ik was ook blij voor hun. Blij dat ik ook heb kunnen laten zien dat ik denk gewoon een goede stap heb gezet. En dat het niet voor niets is. Want ik kan me goed voorstellen dat als Go Ahead hier won, dat ik alles over me heen zou krijgen van je had niet weg moeten gaan. Dus ja, dat is wel mooi. Ja, want hoe werd je verder opgevangen? Ik stond bij de spelersbus toen jullie aankwamen. Het ontvangst was heel hartelijk. Ja, zeker, zeker. Grote groep supporters die vingen me heel goed op. Gewoon, daar ben ik ook blij mee. Mijn oude teamgenoten en de staf, daar ging ik voor de wedstrijd nog even naartoe. Ze waren blij om me te zien, ik was blij om hen te zien. Het ontvangst was prima. Goede sfeer hier, dat sowieso altijd. En, ik heb genoten ervan. Het was wel zo, na de eerste assist en zeker na de tweede, dat de fluitconcerten een beetje kwamen toen je in balbezit kwam. Ja, nee, klopt. Maar dat is denk ik wel normaal. Als iemand hun club pijn doet, en vooral een speler die hier een aantal jaren in dienst is geweest, dan kan het zijn dat het hun pijn doet. Maar met alle respect, ik speel nu voor Groningen en ik moet mijn best doen voor Groningen. Ik kan niet, als ik voor het doel sta, een bal expres missen omdat ik hier heb gespeeld. Dat is een beetje raar. Ik ben van Groningen, ik moet gewoon mijn best doen voor hen. Was dit een droomdebuut voor Groningen? Ja, in competitieverband zeker.